print, the boodschap print today. Agrarisch bedrijf Nationaal Leger getraind in verantwoord gebruik van pesticiden. De afdeling bestrijdingsmiddelen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft op het agrarisch bedrijf van het Nationaal Leger te Von Vrijburg in het district Saramacca de training verantwoord gebruik van pesticiden verzorgd. Tijdens deze training, die werd verzorgd op vrijdag 16 augustus 2019, is er gekeken naar de manier waarop de manschappen zichzelf en hun naaste omgeving kunnen beschermen tegen de nadelige effecten van pesticiden. Aan de manschappen is gepresenteerd wat er allemaal kan gebeuren bij het onbeschermd toedienen van pesticiden. Hoezeer niet alle gevolgen direct zichtbaar zijn, komt het bij sommige gevallen pas na verloop van tijd aan het licht. Met de manschappen is de manier van hoe te meten en hoeveel spuitvloeistof wordt gebruikt in de praktijk uitgevoerd. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.